The Greatest, Sia en Kendrick Lamar en The Greatest Canadian ter wereld. Die gaat verhuizen. Justin Bieber die heeft een penthouse gekocht, een mega duur appartement in Amsterdam. En een paar Nederlanders hebben een plannetje gesmeed om hem welkom te heten. Vincent van Baristocrats, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo, kan jij eens even uitleggen wat de bedoeling is? Want je wilt een soort van housewarming organiseren voor Justin Bieber. Hoe krijg je dat voor elkaar? De bedoeling is natuurlijk altijd als je in een nieuwe buurt gaat wonen, en ik weet zeker dat onze Vlaamse vrienden er ook zo over denken, dat je gewoon even lekker de buren leert kennen. En de buurt en de mensen. En dat je gewoon zegt, hallo, hoe is het dan? En ja, Justin, druk als hij is, heeft er waarschijnlijk zelf geen tijd voor. Dus wij dachten, nou, hè, wij hebben nog wat vrije tijd over. Dat doen we wel voor je. Dat is heel sympathiek, maar hoe kan dat zomaar? Heb je dan, ja, weet je waar dat hij gaat wonen dan? Ja, dat weet je, kijk, dat noemen we altijd de Amsterdamse tamtam. De wat? En daar krijg je de Amsterdamse tamtam. Okay. En dat is eigenlijk zo'n woordje van, zo krijg je gewoon informatie mee. Dat kan je niet helemaal duiden, maar dan weet je gewoon een beetje hoe en wat wanneer speelt. Okay. En daar kan je dan op inspelen. Oké, dus jij weet gewoon via zo ergens via vezelen en zo, weet jij waar Justin Bieber gaat wonen? Ja, dat was in de wereld was te klein in het kleine Amsterdam toen kenbaar werd waar hij dus zijn kleine stulpje kocht. Ja, uiteraard. En dan denken jullie, oké, maken we een feestje van? Ja, nou, dat zeg jij heel mooi eigenlijk. Ja, maken we een feestje van? Het is toch een beetje uit de hand aan het lopen, hè? Jullie hebben een evenement gemaakt op Facebook. Er zijn al 21.000 mensen die daar naartoe willen komen. Dat wordt een beetje lastig, toch? Ja, weet je, ik zou zeggen altijd als de Baristocrats dat organiseren, dan escaleert het of zo op een positieve manier. Maar dat is niet helemaal waar. Deze is wat groter dan normaal. Maar ja, die animo hadden we ook niet helemaal zien aankomen. We dachten dat we eigenlijk de enige fans van Justin Bieber waren in Amsterdam. Maar dat bleek tegen te vallen. We dachten dat wij die hipsters waren die hem hadden ontdekt. Ja, maar dat was heerlijk, niet zo. En mooie dingen toch? Een beetje aandacht voor positiviteit. Ja, wordt de wereld beter van. Maar kijk, jullie willen dat dus organiseren. Maar stel dat hij ook daadwerkelijk komt. Wat dan? Dan is toch kot echt te klein. Ja, maar dat is heel mooi. Want ik heb net een nieuw t-shirt met Justin Bieber erop gekocht. En dan wil hij misschien wel zijn handtekening opzetten. Dat is best wel vet. Alright. Oké, zeg jij even tussendoor. Mogen Belgen ook komen? Maar niet lui uit Wallonië, weet je. Die zijn altijd die zijn niet te vertrouwen. Maar mensen uit Vlaanderen, die vinden we helemaal top. Oké. Dus ik zie dat als een open uitnodiging, hè? Wij zijn welkom. Ja, jij mag absoluut komen. Oh, ik zet jou wel op de lijst. Oh. Flesje vodka erbij, alles. Ideaal. En kan je dan ook zeggen waar dat is? Of? Nee, dat is even iets wat wij nog heel erg voor ons houden. Maar ook omdat we gewoon wel een serieus overleg een mooi feestje van gaan maken. Oké. Wij gaan het nog even mensen in spanning laten wachten. Het is allemaal en dan krijg je gewoon les met kenbaar. Ja, het is allemaal heel mysterieus. Het is op 26 november, ergens dus in het grote Nederland. Ik zit met één praktisch probleem. Ik heb dan een ochtendshow te doen, dus ik heb programma dan. Maar mag ik jou anders bellen hoe dat geweest is? Ja, mag me absoluut bellen. Alright, dan gaat het misschien voor jou wel met een licht katertje zijn, maar dan kan je mij wel alles vertellen of je Justin Bieber in levende lijven hebt gezien. Is het goed? Dus dat wordt het zondag, begrijp ik je? Ja, zondag, ja. Absoluut. En als ik een selfie kan maken, dan snapchat ik het naar. Oh, amai, ik ben nu al pokken jaloers, Vincent. Ik ben echt zo jaloers voor het epische feestje dat jij gaat geven. Heel veel succes ermee. Ik hoop dat Justin Bieber komt opdagen. En nog een fijne donderdag, Vincent. Dankjewel. Joehoe, bye-bye. Shalini van den Langenberg.